Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. We zijn vandaag bij Jan de Groot. En die hebben een heel behoorlijk verhaal. Hij is een hele bekende Krooswijker geworden. Die heeft altijd op de barricade gestaan. En het was eigenlijk de laatste der Mohicanen. Jan, je hebt een behoorlijk verhaal. Vertel maar eens eventjes. Ja, het is natuurlijk goed 2 jaar geleden dat we een strijd hebben gevoerd tegen de plannen van het WBR, OCNC, Propostork, Erebouw. En daar hebben we nog wel verhaaltjes over. En op zijn tijd kijken we nog wel eens terug hier in het plakboek, zoals jullie zien. En dan komen er toch wel weer bepaalde ideeën naar boven. Dingen die gebeurd zijn, de strijd die we hebben gegeven. En ja, op een gegeven moment hebben we er toch mee moeten stoppen. Omdat het op een gegeven moment toch geen haalbare kaart meer was. Maar we hebben in ieder geval wel ons verzet gepleegd. En jammer genoeg hebben wij toch verloren. En aan de andere kant komt er misschien ook weer wat goeds voor terug. Ik blijf toch zeggen misschien, want je weet toch niet wat er gaat gebeuren. En op een gegeven moment zitten we zo wel eens onze... ja, boekhouding na te kijken, laat ik het zo maar even noemen. Om toch nog eens even terug te kijken op de tijd die geweest is. Het was een heftige tijd, hè? Hoe lang heeft die strijd eigenlijk geduurd? De strijd voor ons, die heeft op een gegeven moment toch wel 1,5-2 jaar geduurd. In zijn totaal. Met leuke dingen erbij, wat minder leuke dingen. Dus de overwinningen waren zeer zeker leuk natuurlijk. Dat blijft altijd het meest bij. Het leukste verhaal was dat je in trainingspak voor de rechter stond, hè? Wat zit daar het verhaal achter? Nou, het was op een gegeven moment simpel zo. Het was bloedje heet. En ja, een Krooswijker die komt zo over zoals dat hij is. Waar je eigenlijk prettig in voelt en waar je eigenlijk lekker voelt. Daar ga je mee de deur uit, dan kom je mee thuis en daar vecht je voor. Dus op een gegeven moment, een of andere dag moesten we naar de rechtbank toe om een bepaalde uitspraak aan te horen. En je eigenlijk te verweren. En dus ik denk, ja, het is bloedje heet. Waarvoor zou ik in een dikke jas gaan, een mooie broek en dat soort dingen meer. Dus ik denk, ik trek gewoon lekker een luchtig trainingpakje aan. En ik ga gewoon naar de rechtbank en ik stap daar gewoon naar binnen. En we zien wel wat het gevolg daarvan wordt. Niet zozeer van de trainingspakkie, maar van de hele rechtszaak. Dus op een gegeven moment na de uitspraken zitten we gezellig onder elkaar een bakje koffie te drinken. En toen werden we ineens opgebeld door de krant van... joh, klopt dat inderdaad dat jij in een trainingspak in de rechtszaal hebt gezeten? Ik zeg, ja, ik ben in Krooswijker en ik doe wat ik wil. En ik ga gewoon in trainingspak naar de rechtbank toe... En dat heb na de hand heel veel commotie teweeg gebracht, want de mensen vonden toch wel een geslaagd iets. Ja, zo ben je nou eenmaal en zo zal ik wel blijven ook. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. Wethouder Bolsius. Daar had je ook een heel leuk item mee. Ja, wethouder Bolsius, deze goede man die deze plannen altijd heeft ondersteund. Daar hebben we toen met een politieke partij, de SP, die noem ik gewoon, die ons heel veel ondersteund heeft. En die had toen het idee om een prijs aan de heer Bolsius te geven voor het vernietigen van ons Krooswijk. En daar hebben we op een gegeven moment nog ergens een foto van. Dat mijn vrouw, die overhandigt de heer Bolsius, het gouden handje met het gat erin over de geldverkwisting, die hij op dat moment in Nieuw-Krooswijk door liet gaan. Dus het was een heel leuk item. We zijn met de limousine, gefinancierd door de SP, zijn we naar het stadhuis gebracht. En daar heeft mijn vrouw, zoals jullie hier zien, het gouden handje met het gat erin aan de heer Bolsius overhandigd. Nou, zoals jullie zien, kijkt het niet echt blij bij. Maar wij vonden het wel een heel leuk... anekdote, laat ik het zo maar even noemen. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Uiteindelijk ben je toch de woning uitgegaan, hè? Niet echt uitgezet, maar je moest toch wel, hè, op rechterlijk bevel. Op zijn tijd hadden we toch wel op gerechtelijk bevel eruit gemoeten. Maar ja, er gingen wat meer probleempjes met gezondheid gingen meespelen. En je werd ook wel een beetje boe van de strijd. Want het gaat er wel inhakken, dat ga je gewoon eerlijk toe, na 1,5-2 jaar. Het wordt vermoeiend, geestelijk en lichamelijk. En ja, je krijgt op een gegeven moment word je er ook wel een beetje depri van.
Omdat je toch zoveel dingen probeert te doen, samen met het FBNC, die noem ik ook tegelijk even bij. En dat je toch ziet dat het eigenlijk vecht is tegen de bierkei. Maar laten we hopen dat ze gewoon door blijven gaan om toch nog bepaalde goede stukken van uw Krooswijk te redden. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent, ik zag hun moeders touwtjes springen. Hoe ver je dat nou zo met het trapezium? Het gaat niet zo snel, hè? Dat is uiteindelijk toch ja, de wortels waar je altijd gezeten hebt, dat daar nou gebouwd wordt. Was je van plan om daar terug te gaan? Dat hangt nog een beetje. Ik heb terugkeergarantie, maar deze woning als alternatief, laat ik zo van wat we hebben gehad. Want een verhuizing gaat echt niet in je koude kleren zitten. Zowel geestelijk niet als lichamelijk niet, maar dat geldt denk ik voor iedereen. Dus dat is nog een twijfelgeval of ik terug zou gaan. Mijn vrouw die heeft het hier vreselijk naar de zin. Je krijgt nieuwe buren. Ja, je bent ook een hoop goede buren kwijtgeraakt. Je krijgt nieuwe buren. Daar probeer je ook weer een band mee op te bouwen. Maar de band die we in het klein trapezium hebben gehad, die krijg je nooit terug. Met alle buren. Die tijd is gewoon voorbij. Die komt niet meer terug. Maar ook daar heb je gewoon leuke herinneringen aan. En die moet je gewoon koesteren. Er zaten een hele hoop haken en ogen aan deze woning. En die zijn nog niet allemaal opgelost. Maar dan zullen we nog wel eens op zijn tijd met het WBM over in conclave gaan. Om dat toch proberen op te lossen op een gewone manier. En zo niet, ja, dan gaan we toch weer verder kijken. Want de Krooswijker blijft toch strijdbaar. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat voorgoed voorbij zou gaan?